Een bijzondere, maar ook mooie avond gisteravond in het stadhuis van Woerden. Wethouder Knossen nam afscheid van de raad, het college en de inwoners van de stad. De laatste keer, Alex. Op 8 maart wordt Knossen beëdigd als burgemeester van Woudenberg. En daarom was het gisteravond een avond met een lach, een snik en zelfs een kleine traan. Tisha, vanavond nemen we afscheid van je. We gunnen je een nieuwe uitdaging van harte, maar zullen je missen. Je was een zeer betrokken wethouder en altijd, ook in het weekend, was je bereid om je gezicht te laten zien. Kortom, je was een kei van een wethouder en je bent een prachtig mens. Burgemeester worden in Woudenberg was mij niet gelukt zonder de ervaring in Woerden. Dit moet toch echt gezegd worden bij mijn afscheid vanavond. Wethouder Knossen bracht naast de nodige humor ook cadeautjes voor de toekomstige wethouder mee. Zo was er een vuilniswagen die symbool stond voor het feit dat er zeker een bezoek gebracht moet worden aan het stadserf. Een veiligheidshesje wat aangetrokken kon worden bij werkzaamheden in de wijk. En een treinstopbordje, omdat Knossen onlangs betiteld is tot NS-woordvoerder van Woerden. Dit laat ik voor mijn opvolger achter. Ik ga afronden met u allen heel veel te danken. U heeft mij heel veel gegeven. Ik heb met heel veel plezier hier gewerkt. Ineke, Cor en Hans, ook bedankt voor jullie mooie woorden. Ik wil Utrecht niet uit. Ik hoop tot ziens in Woudenberg. Dank u wel. Dank je wel. Wil je nog meer Woerden TV? Ga dan naar onze website voor actueel nieuws, exclusieve foto's en nog meer video's. En wil je als eerste het laatste nieuws? Voeg ons dan toe op Facebook en Twitter. Kijk Woerden.tv.